Letterlijk maar. En binnen in de auto. Afwaaien. Denk je. Oh, nee. Die klimmuur is net zo groot. Oh, wat ga je. Samen met Luc Serbo. Het is een roetje naar beneden. Oh, niet meer lekker. Ja, oeh! Zo. Ik dacht wel, ik ben deze vlog, ben ik als familievlog was en ik ben net lekker gedoucht. Waar gaan de kids? Die hebben ook wel lekker gedoucht en slapen lekker. Ik moet toch even laten zien. Goedemorgen jongens, welkom weer. Ja, dat had Daniel al gedaan, zei hij vanochtend. Want hij had een beeldje van ons gemaakt toen we lekker aan het slapen waren in een helikopter. Ja. Hier staat de helikopter. En hier hebben we geslapen. En nu gaan we lekker ontbijten. Gaan jullie ontbijten? Nu is het tijd om te ontbijten. Het is weer een nieuwe dag jongens. Het zonnetje staat weer hoog aan de hemel. Kijk, daar is het vliegtuig. Daar hadden we gisteren geslapen. En vandaag hebben we in de helikopter geslapen op deze mooie camping. In het land van Jan Klaassen gaan we vandaag ook weer lekker naartoe. Want het wordt weer een lekker dagje. Maar eerst eventjes lekker een ontbijtje eten. Tafel is rijkelijk gedekt. Ik zeg, een heel lekker eten. Eet smakelijk. Zo'n papieratje houden. Nou jongens, daar zitten we dan. In de helikopter. Kijk, super gaaf. Hier hebben ze ook weer heel veel gespeeld. Vanochtend toen ze wakker werden. Met uitzicht op de camping. Kijk, want daar zie je de camping. En daar het restaurant. Waar we natuurlijk ook heel veel hebben gespeeld. En gisteravond ook nog tot laat hebben gespeeld. Mama. Met de slide buiten. Dat was ook echt super leuk. Zal ik op dit drukken? Weet je waarvoor de knopjes? Noodknopje. Ik denk ook dat het een noodknopje is. Dat als er wat aan de hand is, dan... Er zit ook zo'n knopje. Zal ik erop drukken? Ja, druk maar. Dat doet het toch niet meer. Weet ik niet hoor. Doet er niks meer. Anders zou dat er wel op staan, denk ik. 1, 2... Grappig hè? Was leuk en leuk zien, helikopter. Ja. Ja, dat was heel leuk. Maar ik heb nu wat hoger staart. Ja, ik heb een wat hoger staart gedaan. Kijk, dan heb ik jouw scheiding zo gedaan dat, dat de zon niet brandt op jouw hoofdhuid. Snap je? Als een petje. Ja, omdat het petje gaat iedere keer af. Nou heb je toch een beetje enigszins haar voor de bescherming. Mama. Ja. Nou, Sil, dan is het laatste blik in een helikopter. En dan hebben we hier heerlijk geslapen. Heel lekker weekendje gehad. En Luusje is met dat deurtje open dicht. Goed zo, jongen. Mag mama er weer door? Mama gaat er weer uit. Ja, gaan we er weer uit. Nou, niks vergeten. Alles is meegenomen. Maar, waar zit dan een helikopter? Het ziet er best uit. Ja. Buiten, maar hier zo binnen. Vind ik best mooi. Ja, binnen hebben ze het helemaal weer mooi gemaakt, hè? Met allemaal mooie felle kleurtjes. Luxie heeft hier voor het raampje geslapen. Kon je vanochtend zo, hoppa, meteen lekker naar buiten kijken. Ja? En Lucilla die sliep hier. Die kon hier naar buiten kijken. Dus het was een heel leuk avontuur weer, jongens. En Luan heeft lekker hier geslapen. Maar het is nu weer tijd om te gaan. Dus ja. Papa daar en mama daar. Ja, en we hebben hier gezellig met Luusjes geslapen. Zijn we dan helikopter? Nou, helikopter, het was een heel gezellig avontuur. We kunnen het gelukkig terugzien. Ja. Zeggen we dag, dag helikopter. We gaan nu nog weer even lekker spelen. Bij de lamp van Jan Klaas. Dan gaan we hier het trapje weer naar beneden. Mooi. Hoppatee.
helikopter. Ja, dat mooie helikopter. Dit was nog even het voortentje erbij. Voor wat extra ruimte. Hoppatee. En natuurlijk de tuin. Met daar het wc-hokje. Superleuk jongens. En het vliegtuig van gisteren natuurlijk. Echt heel leuk. Dan was het een heel erg mooi weekend. Een heel bijzonder weekend. Maar nou, we gaan uitchecken jongens. Alle spullen weer in de auto. Ja, en hier kun je nog even goed zien hè. Hoe groot hij was hè. Ja. Kijk dan hoe groot jongens. Het was wel een mega helikopter. Hij is misschien wel 4 keer mij op elkaar. Ja, dit is groter dan een normale, een klein passagiershelikoptertje. Hm? Ja. Vliegen, hè? Ja, dan zou je wel heel erg eraf waaien, denk ik, als hij nou zou vliegen. Ja, kan vliegen. Jawel, hè? Ja, maar die propellers die zijn nodig, die grote, anders kan hij niet naar boven. Wat was het nou, Luan? Een koningshelikopter, hè, stond er. Een koningshelikopter, zo heet hij nu. Maar vroeger was het een reddingshelikopter op zee en op land. Nou. Een reddingshelikopter. Deze... Ja, deze droom kunnen we afvinken van onze bucketlist. Hè? Geslapen in een koningshelikopter en in een privévliegtuig. Nou, nou, nou. Mooi, hè? Ja. We gaan even naar het pretpark. Zo. Zeg maar dag, Dromenland. Tot de volgende. We zijn naar de overkant gereden waar het park is. Auto lekker geparkeerd. En daar jongens, daar gaan we vandaag weer lekker spelen. Nou, gezellig. Oh, kijk eens, het is weer een heerlijk weertje vandaag. Die weer lekker spelen. Kijk, hier is weer de grote speeltuin. En dan moeten ze lopen. Ah, dit is de... Oh, en dan is Lucilla af. Ik dacht dat je dan moet trappen. Ja, hij gaat niet heen en weer door de trappers. Oh, die daar wel, ja. Wie zit er weer boven het kraaiennest? Lucilla. Maar ze ziet ook een klimmuur. Kijk, daar kun je ook nog van alles doen. Deze klimmuur is net zo groot als jij bijna. Kijk. En dan ben je boven. Ga hier op. Hey liefjes. Hallo jongen.
Wow, oh nu. Oh nu. Nee, stop. Ze gaat heel hard. Oeh, nu. Jongen. Dit is echt niet fijn, hè? Deze voelt me. Holy moly. Niet meer doen. Die gaat echt heel hard. Kijk, en Luxie die gaat hem maar lekker op de schommel. Zit hem daar. Ja. Oeh, Sil. Kijk, daar zat mama net dus ook op. Dan moet je ook het blok doen. Ja, dan word je nog draaiger. Oh, jongen. Wat ga je doen? Hé, hey, Lusjes. Kijk, kom Lusjes weer aan. Mama. Ja. Mama. Ja. Mama. Doe maar. Mama. Moet mama mee? Ja. Ja. Waar ben je dan? Papa is al naar beneden. Ben je naar beneden gegaan? Nee. Nou, Lusjes heeft zijn route gevonden hoor. Dit is misschien wel zijn vijfde rondje. Goed zo, kerel. Goed zo, je kan zo goed klimmen, jongen. Ja, hier naar boven toe. Het trapje weer op. Ja, mama gaat mee. Ja. Dit zijn trommels, dus kijk. Kijk. Kan je op trommelen. Grappig, hè? Zo, dan gaat u van de glijbaan. Kom, mama, hè? 1, 2. Oei. Oeh, Luxie. Word jij hier niet huiselig van? Nee. Nee? Wow, het gaat je hard. En dan moet je nu eens gaan lopen. Ga eens proberen te lopen, recht lopen. Loop maar even recht daarheen. 1, 2. Oh, dat gaat best goed. Ja, jongen. Sta je weer hier? Oh, nou, Lucius doet zo mee. Zegt hij mee. Mama. Ja, hoe moet mama mee? Mama. Moet mama daar staan? Ja. Dat deed hij net dus ook. Zegt hij mama mee. En ik klim in de boven. Toen was jij alweer beneden, jongen. Kijk, hier gaat hij. Nou, mama is boven hoor, jongen. Hey, en heb je dit ook al gezien? Dat is heel grappig. Moet je zo op tikken. Maakt hij allemaal geluiden. Dat is leuk, hè? Een soort muziek. Kan je maken daar. Ja, dan gaat het trapje weer op. Ja, dan zijn de trommels. In. Oei. Goed zo, jongen. Terwijl Lucius het volgende rondje loopt, krijgen wij het al wel heel erg heet. Want het wordt vandaag alweer meer dan 30 graden, jongens. Dus we zijn 's ochtends vroeg nog even lekker in de speeltuin. Maar we hopen toch straks echt wel een beetje verkoeling op te zoeken. Maar ze hebben hier ook een waterspeelplein gebeuren. Dus daar gaan we straks eens even kijken. Maar kijk. Ze hebben hier leuke zitjes voor de papa en mama. Dat is echt heel leuk. Dit is zo'n zitje. Dit is allemaal van die schaduwdoeken. Van die schaduwplekken. En dit zak. Kijk, daarachter. Ik weet niet of je het zo kan zien. Daar is ook zo'n plekje. En daar is zo'n plekje. Oh, wij zitten dus ook bij zo'n plekje. Heel leuk hoor. En dan kan je als ouder zijn dus gewoon even lekker met je... In de schaduw. In de schaduw zitten kijken naar... Hier hebben we de grote turbo-glijbaan weer, jongens. Gaan we daar weer vanaf? Ja. Ja. Matje mee. En dan... Maar kan je mij met de mat? Die terug in de kist. Heel veel plezier. Ah, Luan. Heb je de hele tekst geoefend, kerel? Ja. Dit is de turbo-glijbaan. Wil jij hier vanaf?
dan moet je op een matje zitten. Rol hem af op. Neem het mee naar boven. En gelijk in de turbo naar beneden. Bijna, Lu. Niet over de grond, want dan gaat hij kapot. Ben je klaar met glijden? Leg de mat weer terug in de kist. Veel plezier. Nou, dat was een hele goede lip-syncing, ja, jongen. Nou, moeten we eerst naar boven klimmen. Stil. Dat is heel stil, ja. Oh, we gaan wel langs hele mooie bloemen. Zie? Dat is wel weer heel erg mooi. Het is een mooie route naar boven. Dat is wel zo. Dat is fijner. Het is echte lavendel. Dat ruikt heel erg lekker. Kijk. Kijk dan. Oh, jongens. Dit ruikt zo lekker. Ah, lavendel. Moet je eens ruiken. Ruik je dat? Lekker, hè? Voor de bijen. Lusjes. Ruik eens. Kom dan maar. Lavendel. Hij blaast. Hij denkt, het is een blaasbloem. Heb je allemaal lavendel langs. Kom maar, Liefie. Ik hoor een echte helikopter. Zou dat die van ons zijn? Zou dat de helikopter zijn waar we hebben geslapen? Is die opgestegen? Kom, Lusjes. Kijk, daar vliegt de helikopter, jongens. Grappig idee dat wij in een helikopter hebben geslapen. Een vliegtuig en een helikopter. Hé, hey, we hebben en een vliegtuig en een helikopter geslapen. Nou, en we gaan eerst eens eventjes deze roetjes naar beneden doen. Ja, wel een matje erbij, Lusjes. Ga je met mij schoot? Dat doet echt pijn aan mijn billen. Ja, je merkt het nou wel, hè? Prikkelbillen hebben we nu. 1, 2, 3. WC. Zelfs Liesjes kan naar de kinder-WC. Ik ga wel niet zo helpen. Ze is schattig. Ja, ik ga wel ja. Liesjes helpen. Ja. Maar nou, proost jongens. Proost. Nou, Liesjes die is alweer met de fietsjes bezig. Dag Liesjes. Oh, daar ben je. Oei. We hebben natuurlijk allemaal blote benen. En plak van de warmte.
Dus eigenlijk glijden we over geen ene glijbaan lekker in de kinderspeeltuin. Daar loopt Luxie. Nou, we lopen Luxie achterna. Dan gaan we weer over de Wiebelbrug, jongen. Ik heb niet echt handen nu. Ik heb één hand echt vast. En ik heb jullie vast. De Wiebelbrug, zie je dat? We lopen over heel het speeltuin door. Kijk. Nou, ik had het al heet, maar nu... Yes, wil geen mayonaise erbij? Nee, dankjewel. Okay. Ik wil ook ketchup erbij. Is dit een appelsapje? Ah, dan mag ik blijven, jongen. Ga bijna. Ach, helemaal moe van het spelen. Ook ijs, die. Ja. Goed, gaan we regelen. Dankjewel. Nou, bedankt, Nicky. Nou, gaan we wel even kijken bij de poppenkast. Waar goed pas het eten er is. De Rusjes, die is uitgekomen. In de siesta. En dan blijf ik weer over met ons. Parasol, hartstikke idee. Oké, en dan zeg ik dankjewel voor het lekker eten. Nou, eet smakelijk allemaal, hè? Bon appetit. Kijk dan, jongens, dit is een hele mooie binnenspeelplaats met allemaal water. Ja hoor, maar ja, je hebt toch je pakje aan. Je kunt er ook doorheen rennen. Zie je dat? Mooi, hè, liefjes? Ja, kijk dan. Kom met die grote dat. Dat is ook lekker, hè? Oeh, lekker fris. Oeh, die jeugd. Ja, oeh, dat is lekker met de voetjes. Oeh, het is lekker verkoelend. Ja, oh, nee. Twee? Oh, ja. Dan gaan we sproeien zijn. Oeh, wat is dat? Ja? Ah, dan komt daar water uit. Kijk, het is lekker verfrissend. Kijk, lekker met de voeten. Oeh, dit is lekker. Dat is lekker. Dit is lekker verfrissend. Nu wel weer pompen. Iets onder. Ja, goed zo. Goed zo. Dit is lekker, hè? Mama pompen. Goed zo. Oh, this is...
zwembadje. Hier kan je ook lekker voeten. Kijk, kan hier zo water in de lusjes. Gietertje over het meisje. Het is een beetje koud, liefie. Oeh! Is lekker met de voetjes. Oeh, is lekker met de voetjes. Heet hij? Lekkere douche. Ja! Nou, Lucilla zegt even lekker afkoelen in de schaduw. Maar Luxie zegt, ik ga over de klimtoon. Wiebel de wiebel, of valt dat mee? Wiebel de wiebel, wat is het? Nou, heerlijk. In de schaduw is het goed te toeven, hè? Ja. Luxie doet zijn slaapje. Mama zegt, dan blijven jullie nog even, papa. De laatste speeltoestellen beleven, hè? Het land van Jan Klaassen, tot de volgende keer maar weer. En nu gaan we op. In de hete auto. In de bloedhete auto. Het wordt heel heet, ja. Op naar huis. Opa en oma. Let's go. Doei. Dus is het vrij stil in de cockpit bij de kinderen. Ze zijn allemaal in slaap gevallen. Want jeetje, wat hebben ze dit weekend ontzettend veel gespeeld, jongens. Van 's ochtends vroeg. Tot 's avonds laat. 'S Ochtends om 7 uur waren ze al wakker en ging Luxie en Lucilla, die renden al naar buiten toe, waren aan het spelen. Tot 's avonds, voordat we naar bed gingen, het was 's avonds nog heel lang warm. Dus ja, dan krijg je ze amper op bed en de hele kindercamping, die kreeg je amper op bed volgens mij. Dus ze hebben ontzettend veel gespeeld nog met iedereen. Dus ze zijn helemaal moe. Een heel erg leuk weekend achter de rug, jongens. Maar we gaan nu weer lekker terug naar ons eigen huis. En opa en oma die zijn bij ons huis, zoals jullie weten. Die hebben op ons huis weer gepast. We rijden echt door de boerderijenomgeving. Ook weer onder de route naar huis. Ja. Dus we hebben het allemaal gelijk even ingepakt. Hier staat dan de bagage van een weekendje weg. Dat zien we morgen wel weer verder. En kijk. Oh, home sweet home, schat. Ah, ja, even. Ja, deze etensmand, die moest wel even in de koelkast. En de rest, dat doen we morgen wel. Hè? Ja. We hebben hier lekker voor de schaduw alles dicht gedaan. Vicente! Oh, hoe is de pup, vriendjes? Oh, ik heb je zo gemust. Hallo. Kijk dan. Wat een oase plekje. Wat een lekker plekje hier, hè. Hallo! Onder de boom, in de wind. Ja. Ze hebben zich 48 uur een en al gespeeld. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Lieve keusjes van Woezel en Pip. Oh, lekker in de schaduw, hè? Kloten weer thuis met zijn papawagen. Papa Lucie is er. Ja, goed oefenen, jongen. In het heerlijke hoge gras. Lekker plekje, hè? Ja. Ja, dagje. Zijn we weer? Alles goed? Ja, hier hebben we kortsluiting, dus hier is het stroom eraf. Oh, lekker cool, hè? Ja, die is inderdaad lekker cool. Hallo. De konijnen hebben nergens geen last van warmte. Kijk eens. Dan kunnen de logeerfeestjes weer beginnen hier op Camping World. Ja. Wel bij zomer. Oh, die geur, hè?
gelijk, hè? Bij die ruikt, jongens, maar het ruikt heel ouderwets. Oh ja, en papa heeft een koelkast aangezet. Maar als je hem aan moet zetten, moet je naar dat stukje. Een beetje open met de stof. Ja, nou, hij is al gestikt. Hij moet er even kijken. Leuk hoor. Nou, superleuk. Nee, ik doe jou maar met de camera hoor. Nee, ik doe jou maar met de camera dat je. Even een wedstrijd. Nee, dit is af. Dus je zou mee, dus je zou mee. Kan je niet stoppen met dat maar zeggen? Fijn om thuis te zijn. Fijn om thuis te zijn, hè? Het is een leuk weekend, maar het is thuis ook fijn. Eén stem had ik gewerkt. Oh ja, ik heb hier. Weet je hoe ze dat noemen, Luxie? Home, sweet, home. Ja, echt, hè? Ja. En hoe eindigen we dit 12 jaar getrouwd zijn weekend? Met een lekker bord gezonde spinazie en aardappels. Volgens een recept van opa en oma Bellie. Yummy, yummy. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dit weekend met ons mee te zijn geweest. Naar het land van Jan Klaassen. En nu we lekker thuis zijn. Dus vonden jullie het leuk? Doe dan de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En we bellen tot morgen. En wij zeggen tot morgen. Doei. Doei.